Veerle, ja, welkom. Bedankt dat je voor mij even de tijd wil nemen. Stel, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dan nog lang wegblijven, maar welke dingen wil jij je dan vooral herinneren? Dat ik een aangenaam leven gehad heb. Op alle leeftijden. Dus niet alleen een bepaalde periode in mijn leven, maar dat het eigenlijk goed met mij gegaan is tijdens mijn hele loopbaan. Dat ik heb kunnen blijven genieten van het leven. Dat ik mogelijk ook wat mensen kunnen inspireren heb om een fijn leven te hebben. En bij mij situeert mijn expertise dan zich vooral naar het werk toe, maar ook daarbuiten hoop ik dat ik mensen wel wat kan inspireren en wat kan mee aanzetten naar een gezonde levensstijl. Ik hoop dat mensen rondom mij ook een heel gelukkige tijd al gehad hebben. En dan denk ik aan familie en vrienden. En vooral zo dat ik het gevoel heb van ja, het is goed geweest. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, voordat ik daar iets verder op inga, op die dingen die je net aangeeft, voor de mensen die jou niet kennen, wie is Veerle Hermans? Ja, Veerle Hermans is eigenlijk iemand die altijd wat geprobeerd heeft in haar leven om de theorie en de praktijk met elkaar te verbinden. Ik heb nogal wat een academische achtergrond. Ik heb ook lichamelijke opvoeding gedaan, maar toen de toenmalige licentiaat nog, het Sportkot in Leuven. Ik heb daar dan gedoctoreerd in het labo ergonomie. En dus vanaf toen eigenlijk onderzoek gingen doen, vooral naar de fysieke ergonomie. De fysieke belasting van het werk en wat dat doet met een mens en hoe dat we dat kunnen aanpakken. Maar dat is typisch aan de ergonomie. Dat is een vak dat echt zich situeert tussen de theorie en de praktijk. He, want ik geef nog altijd, ik geef al meer dan 22 jaar les aan de VUB, waar dat ik een theoretische cursus ergonomie geef, maar die is doorspekt altijd met voorbeelden vanuit de praktijk. Dus, en ik denk dat dat wel een beetje mijn sterkte is. Ik heb mijn academische achtergrond. Ik kijk ook altijd van, is het wel bewezen wat dat er allemaal beweerd wordt? Maar ik sta ook nog met mijn voeten in de praktijk. Ik analyseer ook nog arbeidsomstandigheden. Ik zoek nog altijd naar oplossingen voor bedrijven. Dus ja, ik ben zo'n beetje een pragmatische theoreticus of een theoretische practicus, of hoe moet je dat dan zeggen, hè? Dus ja. Ik probeer de twee altijd wat te vereenzelvigen. En dat is voor mij ook wel belangrijk, ook in de jobs die ik tot nu toe ook altijd gedaan heb. Dus ik ben nog altijd een stukje verbonden aan de universiteit. Maar ik heb een hele lange tijd, ik heb 15 jaar in een externe preventiedienst gewerkt. Als hoofd van de discipline ergonomie. En ja, dat was IDW. Dus ja, daar is ergonomie eigenlijk het meest uitgebreid van alle externe preventiediensten. Op het einde had ik daar toch 20 ergonomen. Die overal in België bedrijfsprojecten doen. Maar ik ben daar onlangs mee gestopt. Ik ben daar begin maart mee gestopt. Sommige mensen verklaarden mij zot. Die dachten van, allee, dat is toch de job voor u. Ja. Maar dan kennen ze mij niet goed, denk ik dan. Ik ben iemand dat ook altijd wel wat uitdagingen zoekt. En na 15 jaar diezelfde jobs was het voor mij duidelijk van, ja, ik wil iets nieuws. En ik heb mijn eigen nu wat tijd gegeven om iets nieuws te zoeken. Dus ik ben nog altijd wel aan de VUB. En dat is zelfs een beetje vergroot nu, mijn aanstelling bij de VUB. Maar ik heb nog heel veel tijd om andere dingen te gaan doen. En dus, voilà, nooit te oud om te leren. Nee, dat kan ik mij volledig in vinden, inderdaad. Dus je bent wel iemand die van uitdagingen houdt. Ja, het is altijd hetzelfde doen. Ik heb in het verleden ook heel veel les gegeven rond ergonomie. Dus ik zat aan de VUB, maar ik zat ook aan ESAL. Allee, ja, die zijn nu ondertussen zitten bij de KU Leuven. Ja. Ik was gastprofessor in Antwerpen in 3 verschillende opleidingen. Maar op den duur hoorde ik constant mijn eigen hetzelfde zeggen bijna. En dan is dat voor mij na een paar jaar ook weer goed geweest. Ja, en dus okay. Ja, ik zoek wel wat uitdagingen, ook naar projecten. Dat ik doe. En dat kunnen soms Europese projecten zijn met verschillende onderzoekscentra samen. Maar dat vind ik allemaal leuk. Ja, ja, gaan we van samenwerken. Zonder dan pedanterik te willen uithangen. En je zegt zelf van, ik heb mezelf heel vaak hetzelfde horen vertellen. Maar ja, goed, voor de podcast nu zijn er dingen dat je zegt van, oké, jouw luisteraars zijn ongetwijfeld daar heel, heel erg mee geholpen om dat of dat te horen, dat te weten rond ergonomie, rond
ja, al dan niet veel zitten. Of ik zal ook misschien even kort voor de luisteraars aangeven hoe dat ik jou heb leren kennen. Ik heb mijn boek geschreven. En daar kwam ik, was ik ook een stukje rond zitten en staan aan het schrijven. En ik botste op een onderzoek rond het feit dat de gekende zit-staanbureaus en die aanpasbaar zijn, dat die niet per se leiden tot minder zitten. Dat was, zo heb ik jou leren kennen en vandaar dat ik jou ook heb gecontacteerd. Maar wat kan je daar iets meer over vertellen eventueel? Ja, dat is een voorbeeld van dat men denkt dat men ergens een oplossing voor gevonden heeft en men gaat dat dan onmiddellijk naar het extreme gaan brengen. Hè? En dus plots ineens werden alle mensen, bij wijze van spreken, uit hun stoel gegooid om al rechtstaand te gaan werken. En daar zijn zeker voordelen van. Hè? Want als wij rechtstaan, hebben wij altijd een betere houding die meer strookt met onze natuurlijke houding van onze ruggenwervels, van onze wervelkolom, dan wanneer dat wij gaan zitten. Dus het is zeker goed om dat zitten te doorbreken, maar we mogen dat ook niet tot extreme gaan doen, om dan constant te gaan rechtstaan. Want dat zorgt ook weer voor heel wat nadelen. Dat kunnen we niet volhouden. Nee. Dus een mens is gemaakt om wat meer afwisseling te hebben. En ik noem dat altijd wat de healthy mix van zitten, staan en bewegen. Ja. En wat blijkt nu uit onderzoek, die bedrijven die dat erop ingezet hadden om een aantal staande werkplekken te gaan maken met zit-staan tafels, initieel werkte dat wel, maar na verloop van tijd zie je dat terug afnemen. En gaan mensen weer meer gaan zitten dan dat ze regelmatig recht staan. En dat is typisch ook omdat mensen er zich niet voldoende bewust van zijn, wat dat de voordelen echt zijn. En ook van hoe kan je dat gedrag bestendigen en hoe blijf je dat goede gedrag vertonen? Maar nee, het is wat druk geweest, het is iets anders, er is stress. En ze denken allemaal dat dat beter gaat als je dan gaat zitten en bij wijze van spreken in je computer gaat kruipen. Ja. Hè? Maar ja. Ze zitten dan helemaal voorovergebogen. Liefst werken ze dan nog op hun laptop zonder dat ze daar een goede ergonomische opstelling van hun werkplek hebben. Omdat ze denken dat dat sneller gaat. En ja, dan doe je weer meer kwaad dan goed. En dan heb je initieel weer een goede oplossing gehad met zo'n zit-sta-bureaus. Maar als je dat gedrag van mensen niet bestendigt en niet de middelen aanreikt, dat ze daar toch wat meer aandacht aan schenken, van ja, dan houden mensen dat niet vol. En dan, jammer genoeg, zie je dan dat die zit-sta-tafels minder gebruikt worden. Ja, en naar volhouden, jij zegt oké, daar draait het uiteindelijk altijd om. Zijn er daar vanuit de praktijk voorbeelden dat jij zegt van die dingen dragen daartoe bij tot dat volhouden? Ja, je moet ook niet alle heil in die zit-staattafel zien. Hè. Je moet ook geen zit-staattafel hebben. Hè. We worden nu allemaal, alleen met mondjesmaat gaan we wel terug naar het werk. Maar de meesten zitten nog heel veel thuis te werken. En ja, niet iedereen heeft daar een zit-staattafel. Laat staan al een bureaustoel. Dus, maar dan kan je toch zoeken naar wat kleiner hulpmiddelen. Wat dat ik initieel bijvoorbeeld gedaan heb. Ik stond recht aan mijn vensterbank. En daarop legde ik mijn boek. Of een papier dat ik aan het lezen was. Of een telefoongesprek dat ik aan het doen was. Om toch dat zitten dus op die manier wat af te wisselen met wat rechtstaand werk. Een keer gaan rondwandelen in het huis of in de tuin als je die mogelijkheden hebt. En ik denk dat dat een beetje de boodschap is. Zie niet al het heil in één ding, maar probeer wat verschillende prikjes uit. En zeker naar werkgevers toe is dat ook belangrijk. En voorzie verschillende aspecten. Zodanig dat mensen ook een beetje de keuzevrijheid kunnen hebben. Want iets opgelegd krijgen is altijd veel moeilijker dan zelf een keuze te kunnen maken. Dus hoe meer dingen dat je kan voorstellen aan de mensen om hun gedrag te veranderen, ja, meer kans dat je gaat hebben dat ze erop op iets gaan vinden wat dat bij hen past en wat dat zij gaan doen. En dat is hetzelfde als je mensen wil ertoe aanzetten om te gaan sporten. Toen dat ik afgestudeerd was als sportkotter, mijn missie was, ik ga iedereen laten sporten. Ja, allee ja. Ik ben heel snel met mijn voetjes terug in de realiteit gekomen of op de grond gevallen, of hoe moet je het zeggen. Mijn missie is nu zoveel mogelijk mensen aan gezond bewegen te krijgen. En ik denk dat dat veel beter is dan je moet. Hè? En dan, ik ben een loper en mensen zeggen dan tegen mij van ja, maar ik haat lopen. Ik heb ook niet gezegd tegen de mensen dat ze moeten gaan lopen. Hè? Ja. Maar mensen denken van ik moet meer gaan bewegen. Ze vertalen dat dan direct altijd. Ik moet meer gaan sporten. Maar dat, als je daar niet in geïnteresseerd bent, dat hoeft niet. Het is goed natuurlijk voor je fysieke fitheid wat te promoten. Maar je kan ook wel al wat kleiner, kleinschaliger brengen, dingen uitproberen. En ja, dan ga je toch meer mensen kunnen gaan bereiken dan alleen maar diegene die dat dan inderdaad in hun leven is, de 20 kilometer van Brussel of de Mont Ventoux willen gaan opfietsen. Hè.
Er zijn nog altijd heel veel mensen dat niet willen. Nee, dat is perfect oké, denk ik ook, inderdaad. Want er zijn nog wel, denk ik ook wel wat onduidelijkheden over de nadelen van het zitten. Je geeft het net al aan, als je inderdaad recht staat, dan kan je meer die natuurlijke kromming in je wervelkolom aanhouden. En tijdens zitten is dat dus moeilijker, maar ja, er zijn... Ik denk dat ik daar wel hier en daar een beetje een zicht op heb, maar ik denk de luisteraars dat ze dat vaak ook nog niet, en dat dat misschien wel waardevol kan zijn om misschien daar ook even iets dieper op in te gaan, omdat misschien dan velen hun ogen ook misschien zullen opengaan. Ja, dat is effectief zo. Hè. Eigenlijk als ergonoom zeg ik dat al, hè, in mijn 25-jarige carrière, zeggen wij dat eigenlijk al van in het begin, van ja, het menselijk lichaam is niet gemaakt om langdurig te zitten, dus je moet dat proberen wat te onderbreken. En vroeger werd dan inderdaad vooral gezegd omwille van je rug toe en die belasting dat er op je rug komt. Nu, sinds een jaar of 10 is er toch ook nog wel wat ander onderzoek uitgekomen. Dat eigenlijk zegt dat er bij zitten ook nog heel wat andere nadelige effecten zijn die meer naar onze algemene gezondheid gaan. We zien dat is ook bewezen door onderzoek, dat hoe meer dat je zit, hoe meer kans dat je hebt om cardiovasculaire problemen te ontwikkelen, hè, hart- en vaatziekten, zwaarlijvigheid, diabetes, suikerziekte is ermee gerelateerd, zelfs bepaalde vormen van kanker. En à la limiet ga je ook kans hebben om vroeger sterven dan wanneer dat je minder zou zitten. Dus dat is eigenlijk allemaal door onderzoek, langdurig onderzoek op grote populaties, bewezen. Nu, dat wil niet zeggen dat je vanaf... dat je nu 10 uur zit, dat je morgen gaat sterven. Hè? Nee, absoluut. Nee. Hopelijk niet, Efree. Maar dat is natuurlijk iets cumulatief en je moet dat op populatieniveau zien. Hè? Er is meer kans op en er zullen inderdaad meer mensen gaan sterven als zij 10 uur of langer per dag gaan zitten. Dat is helemaal bewezen. En vandaar dat je ook wel eens een keer hoort, zitten is het nieuwe roken. Ja. En dat wordt dan als populaire slogan heel veel aangegeven om juist te wijzen op van kijk, hè, roken leidt ook tot heel wat cardiovasculaire problemen bijvoorbeeld. Ja, zitten is zoiets nieuw. Roken, dat weten we al lang. Zitten is zoiets nieuw, maar ik zeg dan ook altijd, overdrijf dan ook niet. Hè? Want roken is slecht vanaf de eerste sigaret, maar zitten moet je wel eens een keer doen, hè. Je kunt niet tot in de treuren blijven rechtstaan en rondlopen, want dat houdt ook niet vol. Nee. Dus een gezonde afweging is daar heel belangrijk. Maar langdurig zitten heeft inderdaad belangrijke relaties met een aantal maatschappelijke ziektes. Ja. Ja. En je geeft daar net aan van binnen bepaalde bedrijven dat je toch al... Ja, ik denk dat er wel wat speelt en dat er wel wat verandert. Onder andere dan die zitstaanbureaus... Hoe is jouw ervaring en jouw gevoel daarbij op dit moment? Van hoe ver staan we op dit moment? Want ja, misschien ben je binnen grote bedrijven wel, binnen kleinere veel minder. Hè. Ik denk dat je door het feit bij IDW dat je daar ook wel een goed zicht op hebt. En dat er, ja, ik weet niet, ook naar kleinere bedrijven. Ik weet niet, ja, hoe dat het op dit moment gesteld is. Als we zo het Vlaamse landschap even als kaart even nemen van... Is dat echt nog echt wel problematisch of is er echt gewoon al in heel veel gevallen echt wel serieuze actie ondernomen de laatste jaren? Heb je daar zo'n... Laat mij zeggen dat er verbetering is. Hè? En kan je dat wijten aan de grootte van bedrijven? In zekere mate wel, omdat je vooral ziet... waar dat ons vooral naar lichten, naar de sedentaire, dat is dit zo wat meer in de tertiaire sector en dergelijke. Dus grotere banken en verzekeringskantoren, daar gingen we dat al meer te zien. Daar hadden ze ook al wat meer aandacht aan het ergonomisch inrichten van de werkplekken. Omdat ze dan natuurlijk met zeer veel mensen zijn die eventueel ook een probleem kunnen hebben. Dus ja, om aan preventie te doen, is dat heel belangrijk voor zo'n grote groep van mensen dat je dat aanneemt. Dus daar zag je al wat meer naar goede bureaustoelen, goede instellingen van de werkplek. En daar begin je dan ook te zien, naar zitstaattafels en naar meer alternatieve voorstellen, dat daar komt. Maar ik heb toch ook al heel wat mooie voorbeelden gezien in kleine kantoortjes. Waar dat ze toevallig, omdat daar dan een van die personeelsleden een zwaar probleem heeft. En zo zijn die zitstaattafels er oorspronkelijk gekomen. Die werden vooral voorgeschreven aan die mensen die een rugprobleem hadden. Ja. Omdat als je een rugprobleem hebt en langdurig zitten, dan kan dat wel eens verergen. Dus vooral aan die mensen zag je dan dat voorgeschreven werd. En nu zie je dat langzaamaan evolueert naar ook de anderen mogen er beroep op doen. Dus het komt wel, maar
Ja, er staat nergens in onze wetgeving ook beschreven bijvoorbeeld dat er een zitstaattafel ter beschikking moet gesteld zijn. Hè? En een bedrijfsleider die stapt dan aan mij en die zegt dan van ja, dat is allemaal schoon wat dat je hier zit te beweren en wat dat mensen allemaal zouden moeten hebben, maar ben ik daartoe eigenlijk verplicht? Nu, onze wetgeving rond werken met beeldschermen dateert van 93. Ondertussen ziet het er allemaal wel al een beetje anders uit op kantoor. Hè? Dus het is ook nodig dat we daar wat meer in evolueren. En dat we daar echt pleiten naar de nodige hulpmiddelen te voorzien, zodanig dat mensen op een goede manier hun werk kunnen uitvoeren. Maar dan komt daar plots die coronacrisis. En dan zie je dat we plots met z'n allen moeten gaan thuiswerken. En mensen zijn daar thuis helemaal niet op geëquipeerd. En dan begin je toch te zien dat daar wat een nieuwe interesse bij bedrijven gegroeid is, om dan toch ervoor te zorgen dat mensen thuis ook wel wat beter kunnen zitten. Ook na deze crisis gingen ze daarover na te denken. En dan is dat toch weer een gelegenheid voor ons om ook dat verhaal van het onderbreken van het zitten daaraan te koppelen. En zo komt er nu toch, merk ik, een wat hernieuwde interesse om de werkplekken toch terug wat ergonomischer te gaan aanpakken. Met inbegrip dan ook het aanpakken dat mensen niet meer zo langdurig moeten zitten. Dus ja, het is eigenlijk ja, een van de weinige voordelen van deze crisis is dat het toch wel wat een hernieuwde interesse is naar ergonomie toe. En ervoor zorgen dat mensen op een optimale manier, als ze dan ook terugkomen naar kantoor, dat ze dat toch tenminste op een optimale manier kunnen doen. Ja. Oké, okay. Ik weet dat er zo... Allee, ik heb toch al wel eens vernomen... Hè, dan hoor ik ja, om de 30 minuten eens even recht staan, om de 20 minuten. Wat is jouw kennis en ervaring daar rond? Wat is ideaal als mensen inderdaad... Ja, goed, ja, als je een kantoorjob hebt, dat je nu thuis nog werkt of dat je terug naar kantoor gaat. Maar goed, en hoe pak je dat dan praktisch aan? Hè? Raad jij aan om met een soort van app te werken, een wekkertje te zetten? En effectief, om de hoeveel minuten laat je dat wekkertje dan afgaan? Of zeg je een wekkertje... Of zeg je van oké, het is pas als je echt begint, maar dan is het meestal te laat. Naar mijn ervaring, als je begint last te krijgen, ja goed, en dan recht staan, dat is misschien net iets te laat dan. Hoe zie je dat... Ja, dat is weer een beetje de wetenschappelijke nerd in mij. Ik ga dan weer al zoeken naar wat is daar evidence-based van, hè? Wat is daar allemaal bewezen van. En eigenlijk de onderzoeken die je nu terugvindt, die geven aan dat de problematiek vooral start vanaf ja, als je ongeveer een uur aan een stuk zit. Hè, dus daar zie je dan de grotere onderzoeken naar boven komen die een relatie vertonen met meer klachten en langdurig zitten. Maar dan komen inderdaad de klachten al, dan komen de problemen dus best... Ja, zorg je ervoor dat je zeker niet langer dan een uur gaat zitten. Hè? Dat je daarvoor al probeert dat te onderbreken. Nu, een paar jaar geleden is men beginnen te promoten om de 20 minuten. Dat was omdat er een paar onderzoeken uitgekomen zijn waar dat je dat inderdaad van terugvond. Dat er voordelen zijn als je na 20 minuten dat gaat onderbreken. Maar dat was vooral aangetoond bij obese mensen, bij zwaarlijvige mensen. Ja, natuurlijk, het minste dat die mensen gaan doen, gaat al een onmiddellijk effect hebben naar hun toe. Maar voor al de anderen eigenlijk was er geen effect. Vooral naar energetisch verbruik gezien. En mogelijke calorieën dat je daarmee gaat verbranden en zo. Dat is eigenlijk heel weinig dat je daar dan al mee gaat bereiken. Daar ga je er zeker niet mee komen. Nee. En dan gaat het alleen maar om maar eens even recht staan en terug gaan zitten. Ik promote dan veel liever... Zeker niet langer dan 45 minuten zitten. En dan bewegen. Hè? Wandel even rond. Doe een paar kleine oefeningen. Sta dan eventjes recht om wat activiteiten te doen. En ga daarna terug opnieuw zitten. Maar ja, moet je daar inderdaad een wekker gaan bijzetten? Of een alarm laten afgaan? Bij mij zou dat niet werken, Free. Bij mij... Ja, ik zit dan in een flow, ik ben geconcentreerd met iets bezig en ik wil dan op dat moment niet gestoord worden. Nu, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, ik weet hoe belangrijk dat bewegen is, dus ik zal daar sowieso wel in mijn levensstijl dat inlassen. Maar om het besef te krijgen, om er beginnende aandacht voor te krijgen dat je het regelmatig moet doorbreken, is het misschien niet slecht om daar een of ander signaal, is het dan door een wekker of is het dan door een Fitbit of iets anders, dat mensen aangewezen krijgen van oeps, we zijn hier al 45 minuten aan het zitten, nu moeten we toch eens even doorbreken. Dus als een soort van aha-erlevenis van oei, ja, ik moet het gaan beginnen inbouwen, is dan een goede trigger. En nadien kunnen mensen dat eigenlijk zelf een beetje wel beslissen
hoe dat zij dat zitten gaan onderbreken. Ja, nu, dus, om daar straks even, als ik vroeg van welke dingen wil jij je vooral herinneren op je sterfbed, je zegt ja, genieten, en dat toch een belangrijk aspect is. Ja, ik zeg ook wel eens van genieten hoeft niet altijd een halve fles wijn leegsabberen. Allee, goed, als iemand dat wil doen, geen probleem op zich voor mij. Maar wat zie jij, wat is voor jou genieten? En zijn er misschien daar dingen dat je zegt, en ook misschien gerelateerd met het bewegen? Want je gaf dat net al aan, je bent een loper. Dus ja, goed, dan zal daar misschien ook een stukje wel... Wat is voor jou genieten? Ja, voor mij is buiten zijn heel belangrijk. Hè. En inderdaad, lopen is daar zeker een hele belangrijke in. Ik heb eigenlijk heel mijn leven gesport. Lopen ben ik eigenlijk pas het laatste jaar op sportclub beginnen doen. Met wat vriendinnen, omdat we elkaar wat te weinig zagen. Iedereen had stage en we wilden toch nog eens een keer eens iets samen doen. Ja, dat is eigenlijk altijd wel zo'n beetje sinds dan. Sinds mijn begin in 20e jaren ben ik eigenlijk wat aan het lopen. En ik ben daar soms ook wel een beetje... Niet extreem in geweest, maar echt wel serieuze doelen voor mezelf voorgesteld. Zoals de 20 kilometer van Brussel. Ik heb een paar marathons gelopen, dus dat was allemaal heel belangrijk voor mij. Maar dat kost ook enorm veel energie om dat te coördineren in een gewoon leven waar je voltijds werkt. Met een partner die het heel druk heeft, twee opgroeiende kinderen. Dat was ja, opstaan om 6 uur 's morgens om dan te gaan lopen. En na een tijdje had ik dat ook wel een beetje gehad. En dus ik loop nu nog altijd, maar eigenlijk op een veel recreatiever niveau. En ik ben daar veel meer van beginnen genieten. En ik ook wandelen bijvoorbeeld. Vroeger zou ik voor 5 kilometer niet buiten gekomen zijn. Maar nu ideaal, hè, bij dat thuiswerk ook, om even onder de middag een frisse neus te nemen. Het is zo prachtig weer geweest, hè, of 's avonds, om 5:30 mijn computer af te sluiten. Dan nog rap eventjes een wandelingetje te doen. Dus buiten zijn is voor mij... echt wel heel belangrijk en voldoende bewegen. Ik heb in mijn leven ook altijd gedanst, dus ik ga ook nog altijd 1 uur per week. Ja, nu mag het nog altijd niet. We gaan er stilletjes aan naartoe. Maar ook dat was heel leuk om dat met de vriendinnen te doen. Dus bewegen, ja, dat is echt een hele belangrijke. En dan liefst in compagnie, zij het met familie of vrienden. Die vormen ook een heel belangrijk aspect in het genieten van het leven. En ja, sorry Frederik, maar ik hou ook wel graag van een goed glas wijn. En eens een keer lekker gaan eten. Hè. Daar kijk ik enorm naar uit om dat binnenkort terug te gaan doen. Dus ja, dat zijn voor mij ook echt wel dingen van genieten. En boeken lezen, dat is nog iets wat ik graag doe. Oké. Okay. Ja. En boeken lezen, is dat dan altijd... want je gaf daarnet al aan dat je wel echt belang hecht aan die wetenschappelijke onderbouwing. Want ik denk alleen maar kan toejuichen. Maar goed, gaat dat dan, zijn dat dan ook altijd wetenschappelijk? Is dat dan een wetenschappelijke lectuur of... niet per se. Dat hoeft niet per se. Nu, natuurlijk, voor in mijn job lees ik heel veel, maar dat zijn meestal geen boeken, maar wetenschappelijke artikels. En ik schrijf er zelf ook. Dus ja, sowieso lees ik daar al, neem ik daar al enorm veel informatie op uit. En ja, ik lees ook wel graag boeken die dat daar wat mee gerelateerd zijn, maar dan op een wat meer populistischere manier uitgelegd waarom dat mentaal en fysiek welzijn belangrijk is. Dus daar heb ik ook heel veel boeken. Zowel van collega's als van anderen, van coaches en rondgelezen. Dus dan lees ik alles wat dat te maken heeft met fysiek en mentaal welzijn, lees ik sowieso ook heel graag. Maar daarbuiten evengoed fictieverhalen, hè, romans, thrillers, soms ook wel eens Engelse titels. Ja, dus ik heb ook in deze periode ook weer op wat opnieuw de bibliotheek ontdekt, omdat je toch wel wat meer tijd hebt om ook wel wat te lezen. Dus ja, ik lees wel heel graag, ja. Super. Misschien ook wel interessant voor de luisteraar. Je geeft aan, hey, oké, die boeken, dat is, ik denk dat sowieso wel een goede methode is om ja, misschien een beetje een andere wereld op te zoeken, zeker die fictie. Maar wat vooral interessant is en wat dat mij interessant lijkt, je geeft aan die boeken rond mentaal en fysiek welzijn van collega's, maar ook van coaches. Ik zal u binnenkort een exemplaar van mijn boek bezorgen. Ah, top. Ja, ja. Dat kunnen jullie ook eens lezen. Zijn er tips die dat je zegt van rond mentaal en fysiek welzijn? De luisteraar is daar ongetwijfeld in geïnteresseerd. Dat je zegt, oh wel. Misschien dat je nu enkele voorbeelden kan geven. Die misschien ook nog wel leuk dat je... dat we achteraf daar nog eens even contact over hebben of zo. Dat ik misschien...
bij deze aflevering jouw favoriete lijstje zet of zoiets. Ah, met leuk, ja. Of zoiets, ik weet het niet. Dat is misschien nog wel een leuk idee. Maar zijn er nu op dit moment misschien één of twee boeken die je zegt van, ah, wel, ja, dat is toch echt wel een aanrader rond fysieke fitheid, mentale fitheid. Ja. Misschien mijn eigen boek, dat in september uitkomt. Dus ik kijk ook weer zo'n voordeel van die crisis dan toch, dat ik er wat extra tijd aan heb kunnen besteden, want dat was iets wat al jaren blijven hangen is. Dus in september komt mijn boek uit, My Happy Office. Okay. En dat gaat eigenlijk naar fysiek en mentaal welzijn op het werk. Daar zijn al heel veel boeken geschreven, maar vooral naar HR toe of naar leidinggevende toe. Maar met mijn boek wil ik eigenlijk elke werknemer zelf wat aanspreken en wat tips gaan geven. Dus ja, hè, natuurlijk. Ik kan nu wat extra om het boek te lezen. Kunnen we voor de luisteraars zo één boek wegschenken of zo? Ja, prima. Leuke tip. Kunnen we zeker... Nu, waar heb ik heel veel informatie ook uitgehaald? Vooral naar dat mentaal welzijn. En probeer toch ook eens wat te leren deconnecteren. En je wat meer te concentreren als je je werk doet. En wat weg van sociale media en dergelijke. Dat zijn de boeken van Cal Newport. Die zijn ook in het Nederlands vertaald. Eentje daarvan is Deep Werk. Om je echt te leren te concentreren. Dat vond ik echt wel een goeie. Focus van Mark Tichelaar is ook wel een goed boek om meer naar concentratie te gaan. Oh, en dan heb je ook nog de boeken van Theo Kompernolle, Elke Gerards, Tim Christiaans. Er zijn er eigenlijk verschillende die echt naar dat mentale welzijn gaan. Want ja, daar zijn er heel wat boeken rond, hè, rond dat mentale welzijn. Maar mijn boodschap is vooral om dat te koppelen aan dat fysiek welzijn. En dat wordt soms wel eens vergeten. En dan bedoel ik de ergonomie en meer beweging, want beweging heeft ook een effect mentaal gezien. Hè? Je voelt je frisser in je hoofd. Je kan je nadien terug meer gaan concentreren. Dus het is echt wel, naast alle fysieke voordelen voor je lichaam, heeft bewegen ook heel wat mentale positieve aspecten. Ja, ja, heel belangrijk, inderdaad. Oké, je geeft aan tal van boeken rond mentale welzijn. Maar rond fysiek, daar geen echte tip of dat je zegt van... is eigenlijk niet echt dat je zo te binnen schiet en... Dat kan je heel ver in gaan. Hè? Want ga je dan ook naar sportprestaties en dergelijke... Ik heb enorm genoten van de boeken van Paul van den Bos toen dat ik aan het trainen was voor mijn marathons bijvoorbeeld. Maar dat gaat dan al specifiek naar training en naar specifieke, echt zware fysieke bewegingsaspecten toe. Naar zo het fysiek welzijn op kantoor, ja, dan kom je op de klassieke handboeken rond ergonomie natuurlijk, hè. Maar die gaan misschien voor de mensen al iets te ver gaan, omdat die zich niet alleen... naar een kantoorsituatie richten, maar ook naar ergonomie op alle mogelijke werkplekken, in magazijnen, in de zorgsector, het heffen en tillen, verplaatsen van lasten. Ook die aspecten zijn belangrijk binnen de ergonomie. En dan heb je natuurlijk die boeken die daar dan wat meer naartoe gaan. Dus dat aangeeft dat dat meer naar HR is en niet echt leesvoer voor de gemiddelde... Die ergonomische boeken die gaan dan eerder al meer naar preventieadviseurs. Hè, die dat eigenlijk bedrijven gaan bijstaan om ervoor te zorgen dat de ergonomie bij welk beroep dan ook geoptimaliseerd wordt. Ja. Ik hoor je het mentale inderdaad, het fysieke ook. Dan wat ik ook nog wel interesse vind, en wat ik zelf probeer adviezen en tips rond te geven rond voeding. Mm-hmm. Je gaf er net al aan, je geniet wel van een glasje wijn af en toe en iets lekkers te gaan eten. Hoe kan je daar misschien tips rond geven? Want je hebt een heel druk leven. Hè. Je hebt het al opgesomd, wat je toch allemaal op het bord bij jou. Hoe pak je dat concreet aan? Dat is misschien ook nog wel handig en leuk voor de luisteraar om. Hoe ga je daarmee om, hè? Zo'n druk leven? En dan toch nog zien dat je toch ook nog wel gezond probeert te eten?
Ja, en probeert een gezin ook mee te krijgen om gezond te leven. Hè? Niet alleen voor mezelf, hè? Want maar dan moet je maar eens een keer een interview doen met mijn kinderen. Die zullen dan wel zeggen van ja, ons mama is daar altijd met haar slaatjes. Die geeft overal slaatjes bij. We kunnen geen lasagne eten of er is een slaatje bij. Hè? Want dat is mijn compromis dan. Maar dus zo proberen we altijd om ja, toch iets gezond ook erbij te halen. En ik hou enorm van die kookboeken die zeggen hè, met 4 of met 6 gerechten hup, iets samenstellen. Zeker voor in de week. Het moet dan snel gaan. Je bent wel later thuis. Dus altijd zien dat die ijskast goed gevuld is met verse producten is dan toch ook wel belangrijk. Dat vond ik ook wel een uitdaging in deze crisis. We hadden ons voorgenomen, we gaan ook maar 1 keer per week nog naar de supermarkt. Ja, ik heb dat nooit in mijn leven gedaan en plots heb ik weekmenu's opgesteld. Ja. Ik heb elke donderdagavond maakte ik een menu voor de volgende week. Dus ook mijn boodschappenlijstje daar. En dan waren die kookboeken heel handig, hè, om toch wel op een gezonde manier met een aantal ingrediënten iets goeds op tafel te zetten. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. En ja, dat heeft mijn kookstijl toch wel een beetje veranderd tijdens de coronacrisis. Hier in de familie zijn er geen kilo's bijgekomen. Oké. En dat is iets dat je gaat meenemen toch naar bijvoorbeeld het opstellen van zo'n weekmenu, van zo'n boodschaplijstje. Is dat iets nu dat... goed, het is nog altijd wel corona. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je nog altijd niet happig bent om elke dag naar op de supermarkt binnen te springen. Is dat iets dat je inderdaad zegt van nou, dat is misschien wel een blijvertje? Ja, dat is zeker een blijver, want dat, daar spaar je ook weer heel veel tijd mee uit. Hè? Dus dat is zeker iets wat ik doe. En, ja, en als je ziet dat je op die week een heel gevarieerd aanbod hebt van vis, vlees. En ja, we hebben een dochter die vegetarisch is, dus daar moeten we ook mee rekening houden. Hè? Niet al onze plas tijdens de week zijn vegetarisch. Ik moet voor haar altijd wel een alternatief voorzien, maar wij eten toch ook 2 keer per week dan vegetarisch, zodat ze ook gewoon met ons alles mee kan meeeten. Dat vraagt een beetje wat aanpassingen, maar normaal is dat een kotstudent en dan heb ik daar minder werk aan, maar die was nu natuurlijk terug thuis. Dus nu moest ik daar in mijn patroon ook weer mee rekeningen mee houden. Maar ja, op die manier is eigenlijk ook ziet ons menu er ook wat gevarieerder uit dan vroeger. Ja. Oké, top. Goed. Als ik de vraag stel, Veerle, fitheid betekent dat je je gezond en energiek voelt op een schaal van 0 tot 100. Hoe fit voel jij je dan op dit moment? Is dat, kan je daar een... Wel, vandaag is dat 85. Yeah. Gisteren zou dat 55 geweest zijn. Alright. En dat komt bij mij vooral, waarom kan dat zo fluctueren of waar zit voor mij het grote verschil? Dat is als ik slecht geslapen heb. Mm-hmm. En slecht slapen is voor mij echt, ik heb mijn nachtrust nodig van minstens 7 uur, liefst 8 zelfs. Mm-hmm. En als dat minder is, heeft dat een enorme impact op mijn energiepeil. Ja. Okay. En ja, ik had slecht geslapen. Het kwam vooral omdat ik voor het eerst sinds weken heel vroeg moest opstaan om 5:30. En ja, ik ben dat al weken niet meer gewoon en ik was daar zo hard mee bezig dat ik heel moeilijk kon inslapen, dat ik natuurlijk ook voor mijn wekker wakker was en dus ik had veel te weinig geslapen en dat is nog een andere belangrijke factor waar we het eigenlijk niet over gehad hebben, maar wat dat zeker ook een belangrijke is, dat is onze rust en dat heeft toch een enorme impact ook op hoe energetisch dat we tijdens de dag kunnen zijn, hè? Zeker en vast. Heb je daar nog een belangrijke tip rond? Als ergonoom onmiddellijk ervoor zeggen natuurlijk, zie dat je goed bed hebt. Hè? Ja. Dat is ook een hele belangrijke. Hè? Dat onze houding natuurlijk in ons bed, dat ook zo optimaal mogelijk is. Dat je al niet recht staat met rugpijn 's ochtends. Of wakker wordt 's nachts van je nek die niet goed gelegen heeft. Dus dat is al heel belangrijk. Nu, dat was bij mij het probleem niet. Hè? Dat is in orde, maar het was gewoon mentaal dat ik niet tot rust kwam. Hè? Ja. Oké. Dan wil ik eventueel... Ja, klopt dat dan effectief dat liefst in zijlig toch wel, niet buiklig, dat toch echt niet... Allee, ik heb ook ooit stage op de rugscholing in Gasthuisberg trouwens, ooit stage gelopen en daar... Dat zijn dingen dat ik me daar zo van, oké, ja goed, als je in zij ligt, kan je je wervelkolom gewoon zo blijven. Terwijl
buiklieg, herinner ik mij dat dan, maar ja, goed, dat is ondertussen toch ook al wel etelijke jaartjes geleden, dat dat dan het slechtst zou zijn. En is dat misschien... Die visie is niet veranderd, dus dat is inderdaad nog altijd juist, maar je moet natuurlijk wel een goed bed hebben. Hè? Dat is de basisvereiste, hè? Waar je een goede ondersteuning hebt. Ja, en die dat toch wel wat verschillend kan zijn. Van, hè, bij de vrouw bijvoorbeeld is dat bekken dan wat zwaarder. Dus je moet zien dat... Ja, het beste is dat natuurlijk ook... Het hangt een beetje af van je partner. Als je een partner hebt, van hoe dat die zijn lichaamsbouw is. Want als daar 20 of 30 kilo verschil in is, van, ja, dan kan dat zijn dat dat ook niet dezelfde matras geschikt is voor beiden. Hè. Daar moet je dan ook wel natuurlijk mee rekening houden. Dus het basissysteem moet goed zitten. En dan inderdaad, als je dan in zij ligt, dan wordt eigenlijk, ja, door het feit dat je een goede matras en onderbodem hebt, krijg je de perfecte ondersteuning van je schouders en je bekken. En ligt je wervelkolom mooi horizontaal en mooi plat. Dus dat is het beste ook als je zo'n nieuwe matras gaat uittesten, dat je daar op je zij gaat liggen en dat je iemand anders laat zien of dat inderdaad je wervelkolom, of die mooi, hè, van aan de kruin van je hoofd tot aan je bekken eigenlijk, dat dat mooi een horizontale lijn is. Nu, er zijn ook mensen die op hun rug slapen, dat kan perfect ook. Sommigen hebben dan wel eens een kussentje soms nog wat nodig extra onder je knieën. Maar eigenlijk met een goed, perfect bed moet je ook op je rug heel goed kunnen slapen. En ja, buiklig, dat is niet zo ideaal, hè, want dan lig je wat meer in banaan. Je gaat wat meer je rug gaan hol trekken. En dat kan natuurlijk voor wat meer spanning zorgen op die onderste wervels. Ja. Ja. En om de 10 jaar een matras vervangen? Ja, blijft nog altijd, ja. En zeker ook tijdens dat je die matras hebt, die niet altijd op dezelfde manier leggen, maar die draaien. Hè. Regelmatig is dat zowel naar verluchting toe belangrijk natuurlijk, als ook naar de slijtage van de matras. Oké, top. Is er misschien nog één vraag die ik jou had moeten stellen? Ja, had ik nog iets moeten vragen aan jou dat ik je niet gevraagd heb? Of denk je... Oh, nee, ik denk dat we heel veel gezegd hebben op deze beknopte tijd. Dus, maar als er nog een andere zaak is waar je aan denkt of je wil nog iets weten, aarzel niet om mij te contacteren. En dan doen we nog eens een gezellige babbel nadien. Oké, prima. Hartelijk bedankt voor je tijd, Vera. Dag, een prettige dag. Ja, en hou je goed, hè. Ja, hetzelfde. Salut, hè. Bye.